En welkom bij Dynamite Medic Shop, product update nummer 96. 96 gaat snel, langzaam naar de 100. Langzaam naar de 100, en een week te laat eigenlijk. Hè. Eigenlijk was vorige week, maar vorige week was het niet te doen. Mm-hmm. Zoals ik op Facebook al had verteld. Sorry daarvoor. Maar het is gewoon echt serieus erg druk en dit vergt voorbereiding. En nu was het ook weer even stress. We hebben allemaal nieuwe dingen die we nog niet veel hebben laten zien aan mensen. En we willen jullie toch wel laten zien, dus dat moet dan even geprepareerd, voorbereid, geoefend, noem maar op. En liefst voordat de winkel open gaat. En dat wordt heel krap. Dus als er geknipt wordt, we gebruiken het verhaal, dan weet je wat er aan de hand is. Ja. Ik zal meteen beginnen. Oh, is goed. Munt. Ja. Let op. Ja. Op. En de munt is verdwenen. In een flat. Ja, in principe zou je ook dit kunnen doen trouwens. Bedankt me nou. Zou kunnen. Maar dan zou je hem dus ook weer in de flats kunnen laten verschijnen. Oké. Hey, en de munt is natuurlijk, ja, dus, wat je gebruikt is vingervlugheid. Maar je gebruikt een speciale gimmick voor de lichtflats. Ja, ik kan hem hier zien. Kijk, vroeger was het de Fism Flash. Verkochten we jaren geleden van John Cornelius. En daar is dit eigenlijk op gebaseerd. Alleen is wat vroeger een kastje was, de grootte van een kaartspel. Met een hele lange kabel. Ja, die dan, ja. Waar een flitslampje om je nek hing aan een koordje. En waarbij je ergens op knop drukte. Zit dit nu eigenlijk allemaal ingebouwd in dit dingetje. Mm-hmm. En dit is Illumination van de Wensie Magic en Bond Lee. Dat is ook de eerste keer dat ik hem deed trouwens. Ja, we wilden wel even, ja, ik wel even een effect laten zien. Dus Illumination, het doosje dan. En dit is het apparaatje. Ja, en hier zit een knopje op. Ja, op het apparaatje zit een klein drukknopje. En ik kan hem mooi in principe zo palmeren. Dus dat is eigenlijk als je dus mensen met deze als je de tarantula hebt, zeg maar. Flats van hebben. Hetzelfde idee qua palmeren. Ja. En drukken is flitsen. Ja, dus deze pak ik gewoon in een mooie greep, zeg maar. Ik weet niet hoe het er nou uit de camera uitziet. Ik ben aan kijken of ik op de camera kan zien hoe het flitst. Oké, zie je wel. Ja, zie je wel. Het is een super felle flitslamp, inderdaad, als je... Mm-hmm. Ja, hier is natuurlijk super licht met de verlichting die hier staat. Je hebt USB-oplader hier. Drukknopje, daar zijn je al. En er zit hier een schakelaar op, een aan-uitschakelaar. Dat is allemaal zwart, dus je moet wel even zoeken. Maar je kunt ook... Ja. ...de knopje niet gebruiken. Ja, want er oftewel, we hebben ook een afstandsbediening bij. Met een bescherm ertussen die ervoor zorgt dat je... afstandsbediening niet tijdens de verpakking afgaat. Kijk, dan heb je de afstandsbediening, dezelfde afstandsbediening als Nothing. En als je daar op drukt, dan flitst die ook, zie. Dus dat kan ook. Dan kun je de ding ergens op je lichaam verbergen, ergens neerplakken, hangen. Achter je witte shirt bijvoorbeeld, als je een witte overhemd draagt en je hangt dit eronder. En je drukt de knop, dan ligt je hele overhemd op. Dat was vroeger ook het idee van de Fism Flash. En dan kun je dit gewoon ergens op je lichaam hebben en dan kun je met dezelfde beweging of ergens onder je arm of je hebt een manipulatie, hebt iemand anders die het bedient, heb je gewoon dit. Zoals gezegd, USB oplaadbaar en met instructies online hoe dit alles werkt. Het valt weinig aan te dingen, maar met ideeën erbij wat je ermee kunt doen allemaal. Is dit de Illumination van Wensy Magic. We hebben het voor een hele mooie prijs van €99,95. Geheel compleet. Maak hem even terug compleet. Zo, het doosje. Illuminate. Correctie. Mooi ding. Ja, vind ik een mooi ding. Van dezelfde makers van de Nothing. Van de rookmachine, onze meest verkochte rookmachine die we blijven verkopen. Maar is het niet duidelijk als je dan tijdens je show in één keer een knopje drukt, er ook in één keer rook uit je borstzakje komt? Niet als je niet de rookmachine hebt in ieder geval. Want als hier ook rook komt... Dan en als je een kaas hebt, gaat doen en alles tegelijk. Ja, overigens, er zijn een heleboel spullen trouwens deze binnengekomen, nou je het zegt. Die een tijdje niet leverbaar waren. De kaars, ook van deze makers, die we zelf gaan ombranden. Die meteen na de update snel genoeg uitverkocht was, hebben we eindelijk al binnen een grote voorraad. Ja, misschien is hij daar alweer uitverkocht. Je weet het niet, gaat zo snel. Hè? Ja, dit gaat met die dingen heel snel. Maar het komt omdat we maar beperkt steeds geleverd krijgen. En van de week kwam ook een hele levering binnen van... Card Shark, de firma Card Shark. We hebben al Espionage is weer terug. Daredevil deck zijn weer terug. De Pala deck zijn weer terug. Out of Sight is er weer. Dus er zijn allemaal producten die we echt heel veel verkopen, maar die gewoon een tijd toch een moeilijke leverbaar waren. En die nu weer terug zijn. En er komt nog meer. En onder andere zat daarbij dit. Ik zal even laten zien wat dit is. Het is een spel kaarten. Maar dit is eigenlijk een...
een niet bedrukspel kaart. Kijk, kaarten in de fabriek, die maken ze als volgt. Ze hebben eigenlijk twee lagen papier met een laag zwart ertussen. En dat, dan schijnt het eigenlijk, dat is wat je ook ziet als je aan de zijkant, als je een kaart split, zie je ook altijd zwart te zitten. Dus ook de kaart heb gesplit, aan de kaart zie je zwart te zitten. Dat geeft die grijze schijn. En normaal als ze echt gaan bedrukken, maken ze eerst een laag wit erop. En daarop gaan ze de pips en zo bedrukken. Dus deze zijn eigenlijk toch gewoon ja, echt compleet, zeg maar, kaal, niet bedrukt, zeg maar. Dat is het idee van deze kaarten. We gaan een onmogelijke truc doen. Leon, zou jij ergens een kaart willen pakken? Ja? Oh, S2. Excuus. De kaart goed onthouden. Ja, heb je? Ja. Niks zeggen. Welke kaart had jij gekozen uit het niet bestaande kaartspel? Harte 8. Harte 8? Ja. Harte 8. Ja, dan denk je, hé? Wat is dit? Nou, we hadden net op een kaartjaar. Dit is Factory Blanks. Het is geen nieuw effect, maar voor ons wel een nieuwe voorraad. Factory Blanks, ja, dit is, ik denk als je dit gaat ook bij een lekenpubliek spelen, maar ook bij goochelaars, in ieder geval op stand-up situaties, is dit waanzinnig. Waarom? Dit is een spel wat blanco lijkt, maar het niet is. Op korte afstand zie je kaarten. Op een afstandje, of vanuit de camera, zie jij ja, lichtgrijze kaarten, zeg maar. Dat is het idee eigenlijk. Het is maar 2 meter ongeveer. Dus ja, vanaf 2 meter is zeg maar ongeveer, dat redden we niet met de camera, maar dan is het zeg maar, zijn ze gewoon grijs. Dus je kan alle trucs doen met je publiek die je wilt. Kaarttrucs, forceren, voorspellingen, noem maar op. En de toeschouwers zien gewoon kaarten. Maar het publiek denkt dat ze geen kaarten zien. Dus voor de mensen die het niet helemaal begrepen hebben. Ik liet dat in een blanco spel kaarten zien. Ik laat voor de grap een blanco kaart kiezen. Dat is wat het publiek denkt. Mm-hmm. Waar dus niks op staat. Hij bedenkt dus zogenaamd zelf een kaart. In het oog van het publiek. Ja, ja. Want en ik weet vervolgens welke kaart hij denkt. Ja. Dus eigenlijk een soort Euro reality. Het publiek denkt hij heeft een wit spel. En de toeschouwer weet, nou het is geen wit spel. Ik kies gewoon een kaart. Mm-hmm. Dus voor allebei is het verbluffend. Ik raad zijn kaart. En voor het publiek is het helemaal verbluffend. Ja. Want ik krijg een kaart die niet bestaat. Dus wel dat we allebei verrast zijn, zeg maar. Dus de toeschouwer is verrast aan het publiek. Ja. Of ja. Ja, ja, ja. Factory Blanks komt met een complete instructie. zowel op papier, maar je kan gewoon ook downloaden als PDF. En kost €39,95 van Tom Stone. Dus dan weet je eigenlijk al dat het goed zit, want die jongen vindt alleen maar fantastische dingen uit, als je het mij vraagt. Dus dat is de Factory Blanks. Zo, we zijn er doorheen voor vandaag, ja, denk ik, hè? Ja, bijna. Bijna. René. Dat ben ik. Wat was jouw lievelingsspeelgoed vroeger? En misschien nu nog steeds? Nou, vroeger, maar ik vroeger heel veel mee heb gespeeld. Ik weet al wat je aan het doen, maar dat is echt zo. Ik heb vroeger echt gigantisch met Lego gespeeld. Oh. Niet met Barbies, echt met Lego gespeeld. Als er kermis was geweest, dan kwam ik thuis, hup, Lego kist op de kop en ging kermisattracties bouwen. Gingen we naar de Efteling, kwam ik terug, bouwde ik, ja, ik kon niet de Efteling nadoen, maar dan ging ik, weet je wel, maar ik bouwde altijd na wat ergens was. Dus niet alleen de tekeningen die erbij zitten, zeg maar, als je een motor koopt dat je alleen motor maakt. Maar ik maakte altijd van alles met de Lego. Maar goed, daar gaat het niet over, maar Lego. Ja, ik heb hier 2 kaartjes, ik leg ze even hier neer. Dat is wat ik gekregen heb, ik zal het even laten zien. Het zijn allemaal kaartjes. En deze poppetjes kunnen ermee maken, ik zal het even laten zien. Oh ja. Ik zie daar een clown op staan. Ja, dit zijn de benen van de clown. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Dan hebben we hier... Militair. Militair, ja. Mannelijke militair. En... Piraat? Ja, kijk. Dat is beter eigenlijk. Met piraat en autopoot. Ja. Ja, duidelijk. Duidelijk. Dus dit is wat je dan mee kan maken. Dus wat ik even wil vragen aan jou, René, is om die kaarten even... goed te schudden, want wat René al zei, hij maakt alles na. Kijk of hij nou ook wat kan maken. Tevreden? Ik ben tevreden. Ik weet zelf toevallig wat die, dus jij kan het moeten weten. Ik leg die kaart eventjes mooi hier neer. Oh, sorry, ik zal even omdraaien trouwens.
Zo. Kijk, wat je kunt doen is je kunt eventueel kaarten weer omhoog draaien. Dat is een beetje, ja, hoe zeg je het dan? Een beetje flauw. Dus je kan in principe kaarten kan je gewoon van alles draaien, in principe? Ja, ja. Ja. Oké, okay. Ja, maakt niet uit. Je kunt van alles draaien wat je wil. Okay. Uiteindelijk heb je ze zo mooi op tafel liggen. Mm-hmm. En dan vraag ik jou, René, we gaan hier van deze kaart uiteindelijk één stapeltje maken. Dus dat betekent dat we steeds de kaarten naar binnen gaan vouwen tot we één stapeltje hebben. En dat is mijn voorspelling. Die heb ik hier namelijk op de achterkant staan. Hoe bedoel je naar binnen vouwen? Naar binnen vouwen. Dus deze zijde kan bijvoorbeeld zo naar binnen. Oké, okay, dus deze kan bijvoorbeeld dit pakken. Wacht, ja, mag ik deze zijde pakken? Dan ja. Doe ik bijvoorbeeld dit. Ja, ja. En dan mag je weer kiezen. Dus dan denk je dat... Dat ik het allemaal... Nee, nee, maar ik lijk dit wel. Nee. Ja? Zo? Ja. Heb je goed gedaan. Het mooiste is, ik heb hier namelijk een voorspelling op de achterkant. Ja. Ik zal het even laten zien. 3 en 9. Ja, dat maar... betekent dat er 9 kaarten met de afbeelding naar boven liggen. En 3 met de afbeelding naar beneden. Ik zal het even laten zien. Kijk, ik spreid ze even uit. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Bijzonder. Ja, dat vind ik zelf ook. Maar het allermooiste is, ik heb hier nog een voorspelling, zal ik zo even laten zien. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Oh, maar wacht even. Mag ik even kijken? Oh. Want deze. Mm-hmm. De houten poot hoort bij de piraat. Niet bij de. Ja, ja, maar dat is ook een voorspelling, René. Sorry, een beetje verkouden. Dus dit is eigenlijk alles wat je ermee kunt maken. Oké, okay. Dus in principe kaarten worden gemixt. Compleet op elkaar gemixt. Ja. En uiteindelijk komt er een voorspelling uit. Die lijkt niet te matchen, maar alsnog dan matcht die. Ja. En deze leuk. Truc heet Bricks. Bricks, oké. Okay. Wat je ook eventueel kunt doen is, als je eventueel die kaart zou pakken zo, dan zou je eventueel ook zo dat poppetje eruit kunnen halen. Maar dan zie je natuurlijk ook weg, anders was het geen sterke truc geweest. Wat? Eerste keer dat ik hem doe. Dus, maar ik vind het... Snap ik er al van. Een hartstikke leuke truc. Je baseert op een oude truc, die we helaas ook niet meer verkopen. Ja. Die heb ik altijd bij mij staan in het gokkoffertje gehad. Om... Ik vind het juist leuk dat het lijkt. Nou, zeg. Ik vind het altijd leuk als je een truc doet en het lijkt of dat het misgaat. Want mensen willen juist dat het misgaat. En dan denk ik, yeah, weet je wel. We weten hoe het werkt. Dat is wel tof, hè? Op het einde dat het gewoon. Bam. Ja, ja. En daarom, ik vind het leuk als je de kaarten neerleg. Iedereen denkt, oh, weet je wel. Ja. Hey, het gaat mis en dan uiteindelijk, ja. Ik vind het een super tof ding. Is helemaal compleet? Ja, helemaal compleet. Komt met online instructies? Doosje. Komt met online instructies en kost €37,50. €37,50. Nou zie ik hier meerdere soorten. Je kan een piratenpoppetje krijgen als voorspelling of een prinses. Ja. Dat kun je helaas niet kiezen, want wij weten ook niet wat we krijgen. Wij kunnen niet op soort bestellen. We hebben de eerste levering alleen maar piraten gekregen. Dus ja, misschien kregen we in de toekomst alleen maar piraten. Geen idee. Mm-hmm. Dus ja, het is wat het is. Maar je kunt toch eigenlijk alles maken? Ja. Nee, goed gedaan. Leuk. Breaks. Hele mooie truc. Echt. Ja, leuk aanrader. Ding. Zeker leuk ding. Dan, ook een gaaf ding hoor. Daar hebben we wat van verkocht de afgelopen jaren. De Gecko van Jim Rosenbaum. Echt heel veel. Zeker toen vanaf het moment dat het uitkwam ging de ding als een tierenlier. Daarna werd het wel iets minder, omdat het dan niet meer zo bekend is. Een paar jaar na het uitkomen, nou of een jaar, 2 jaar daarna, kwam van de Gecko kwam de Gecko Extreme. En de Gecko was origineel gewoon een verdwijning, dus je hebt voorwerpen in je hand, vroom, weg. Toen kwam de Gecko Extreme en de Gecko Extreme was een kleine aanvulling die je kon kopen. En dan kon je met je bestaande Gecko kon je ombouwen zodat je ook voorwerpen kon verwisselen. Dus dan had je €10 en een munt en dat werd wel €10. Of een pakje kauwgum werd een ander pakje kauwgum, noem maar op. Wat hebben ze nu opnieuw uitgebracht? De Gecko Pro. Wat is de Gecko Pro? Ik ga niet de inhoud laten zien even. Maar de Gecko Pro is nu gewoon de oude Gecko met de Gecko Extreme samen verpakt voor dezelfde prijs. Van een normale Gecko. Nieuwe met een DVD met online instructies. Voor de rest is eigenlijk het, ja, eigenlijk allemaal hetzelfde.
Maar het is een cool product. We laten hier onder een beetje een filmpje draaien wat je allemaal mee kan. Ik weet nog goed dat bij de vorige versie in het filmpje in ieder geval ook zat dat je een bierfles kon laten verdwijnen. Nou, we hebben zoveel vragen gehad van mensen die zeiden, kan dat? Dat kan. Is het praktisch? Nee. Mm-hmm. Maar het kan. In de trailer laten ze ook een colafles verdwijnen. Oh ja, colafles. Ja, oké, dat bedoel ik. Ja. Maar dat zou ik, ja... Het kan wel, het weet kan. Je. Als je een vette video wil opnemen of zo, zijn het zeker ideale dingen daarvoor. Maar je kan er echt heel makkelijk dingen mee laten verdwijnen. Ja, colafles zou ik zelf niet in het echt doen. Nee, ik ook niet. Ik zeg voor video is dat mooi. Voor video is dat prima, maar... Ja. Maar, speelkaarten, munten, pakjes kauwgum, ook sleutels. Dingen te verwisselen. Even de verwisselen is gewoon hartstikke tof. Vergeet ik nog iets? Ja, goed, er kwam naderhand kwam er Gecko Flash uit. Dat is eigenlijk, weet je, we hadden Illuminate net. Dat was een apparaatje wat je op je Gecko kon plakken. En daar zat ook een knop op en dan kon je laten flitsen. Dus daar zou je ook nog kunnen combineren, eventueel. Alhoewel, ik zou ook niet weten hoe. Ja, dat zou misschien wel kunnen, dan moet je even laagjes bouwen. Zou je met een flits voorwerp kunnen laten verdwijnen. We hebben Gecko Dex, hebben we. Want om dingen te laten verdwijnen heb je een bepaald plakspul nodig. Daar hebben we ook op voorraad. Dus Gecko Dex is een soort poetie die je kunt kneden. En we hebben Gecko Dots. Mm-hmm. En Gecko Dots, dat zijn zelfklevende plakbolletjes die je kunt gebruiken. Hebben we ook. Dus alles voor je Gecko hebben wij in huis. En de Gecko is leverbaar nu voor €69,50. Dat is nog goedkoper dan dat de eerste versie kostte. Maar dat heeft ook te maken met de huidige prijzen die gehanteerd worden. Die liggen namelijk veel lager dan een aantal jaar geleden. Dus Gecko Pro, aanrader. Hebben wij nog iets in de aanbieding? Jazeker. Dan ben ik benieuwd wat jij in de aanbieding hebt. Ik heb hier een aantal ESP-kaarten. Ik zal ze even laten zien. Een rondje. Plusje. Ja. Golfjes, van alles en nog wat. Vierkant en een ster. De bedoeling is dat wij een kaart gaan verwijderen. Wegleggen? Ja, dat is in dit geval verwijderen, ja. Ja, oké. Okay. Dus ik wil je vragen, René, om een kaart te noemen. Dus ik noem het symbool op en dat is ook het symbool dat is het symbool wat je wordt verder vragen met gesteld. Verder wordt er niks. Plus. De plus, zeker weten? Ja. Dus je wil de plus verwijderd hebben? Plus moet weg, ja. Zo, weg is op de grond, hij is weg, ja, oké. Oké, het grappige is, je kon verschillende symbolen kiezen, maar je koos voor de... De plus. Plus. Maar ik wist dat, ik had namelijk een voorspelling gemaakt. Of het kruis is trouwens net, plus en kruis. Ja. De kaart die jij weglegt, is het kruis. Is het kruis, ja. Mm-hmm. Klopt dat? Is je menu? Ja, dat klopt zeker. Maar je kon alles kiezen wat je wou, hè? Ja, je had golfjes. Maar leuk is, alle kaarten zijn namelijk... Anko. En deze truc heet... Ik zie de verpakking hier niet liggen. Ik zie hem wel liggen. Ik ga even iets stoms doen. Huh. Ja, zie je. Zo, ik kan hem er niet bij. Dan mag je het iedereen ook even hangen. Hij ligt net buiten beeld, zo. Excuus daarvoor. Elimination Experiment. Yes. Van Kyle Purnell. De verpakking lag even buiten beeld. Had te maken met de voorbereiding. Moest even elkaar schrijven. Die lag even opzij. Hadden we niet gezien. Van Cosmo Magic, ja. Ook een leuk ding. Ja. Makkelijk. Reset is redelijk snel te doen. Je moet even de kaarten weer die je weg hebt gelegd even weer terug tussen doen. En dan is dat in principe goed te doen. Mensen hebben vrijwillige keuzes. Ze kunnen elk symbool kiezen. Elke voorspelling klopt. Ja. Enige vereiste eigenlijk die je technisch moet kunnen is Elms die kant. Mogen we best zeggen toch? Ja. Voor de rest is er niks schokkends aan. En je moet niet onhandig zijn met kaarten om ze vast te kunnen houden. Ja, dat is wel belangrijk. Kijk, als je echt beginner bent, dan krijg je bibbels van. Een leuke prijs ook, €21,95. Dus daar hoef je niet voor te laten. Ja? Mooi. Ik vond hem echt... Ik was zelfs ook verbaasd. Dat heb ik al vaker natuurlijk, maar... Dat was eigenlijk eentje waar ik vandaag... Ja. Oké, okay, houden we erin. Elimination Experiment, compleet met online video. Alle kaarten die je zelf even mag schrijven. Je mag zelf de tekst bedenken. Of origineel in het Engels. In het Engels klinkt alles beter. The card you eliminate is... En dan zeggen ze... Circle, star, bla bla. En wij in Nederlands moeten altijd denken, we hebben... Bijvoorbeeld niet, we zeggen niet de kaart die je weglegt is cirkel, maar we zeggen de cirkel. De, het en een. En dan zeggen we het kruis. Dus daar moesten we even mee spelen, daarom hebben we ook even langs nadenken hoe gaan we het beschrijven. Maar dat kun je helemaal zelf bepalen. Je kan als je voor Engels publiek werkt ook Engels bestikken of beplakken of beschrijven. Whatever. Elimination experiment. Ja. Oké, okay. Dan... In de spelkaarten. Ik zal het zien.
spelen nooit vals. Het is allemaal verschillend. Ja, schudden kan, maar hoeft niet per se. Neem maar eens een kaart uit als je wil. Hij zelf wil. Maakt niet uit? Nee. Heb je? Ik heb er één, ja. Oké. Met de camera laten zien? Ja. Ja? Ja. Mag ik de kaart ergens terugleggen waar je zelf wil? Top. Yes. Oké. We gaan de kaarten nog schudden. Dat kan op alle manieren. Zo. 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 Maar nu. Jouw kaart zit ergens in het spel. Dat is goed het wel, hè? U bereidt me voor op het ergste. Want. Wat ik hier heb, is een val. Een echte val. Die, ze noemt ook als een strik, die je in het bos zou kunnen plaatsen om dieren te vangen. Of in je tuin, omdat andere dieren of planten tot last zijn. Dit is een klem. Die klem kan echt niet zo open. Ik acteer niet, die kan echt niet zo open. Toch? Je moet echt, nee. Je moet echt, ik ga even staan om dat te laten zien. Je moet echt hierop drukken om het ding open te kunnen maken. Dan kun je de klem spannen. En even voor het idee, pak even een willekeurige kaart. Sorry. Dat gebeurt er dus. Daar wil je je vingers niet tussen hebben. Daarom laat René deze truc doen. Daarom ben ik ook de pneut om die truc nog een keer te mogen doen. Spannen de vier eventjes zo. Zo. Ja, ga ik zo in het spel. Ik hou even alles vast hier. Ik heb geen zin om mijn vingers meteen. Telefoon heb ik ook ergens liggen. Zoals. 112 te kunnen bellen. Je mag ook nog een munttruc doen als je wil, hè? Probeer het. Ja, we moeten nog veel doen hierna. Mocht het. Nou, oké. Oké, dit is een. Even alle duidelijkheid, nou, ik zal het zo meteen vertellen. Dit is een echte klem. Ik ga mijn best doen om. Welke kaart had jij? Klaveren. 10. Oh, klaveren 10. En alle kaarten zitten nog mooi. En je ziet het echt wel. Gevangen, die krijg je er ook niet. Ja, ze schrijven van elkaar af, maar ze zitten echt vast. God, mijn regie moet er laten. Ja, ik kan. Ja, ik kan. Wat is dit? Dit is de World's Most Dangerous Card Trick van Mario Morris. Exclusief bij Dynamite Magic Shop in Nederland en België. Ja, en je moet er iets van maken. Je moet er spanning op bouwen. Ik heb nog niet veel gedaan, maar ja, moeilijk is niet. Zeker, je moet de spanning gaan opbouwen. Dit is een echte klem, een echte val, zeg maar. Mm-hmm. Hij is wel iets aangepast om de risico's te verminderen, laat ik het zo zeggen. Je hoeft in principe niet bang te zijn. Als je doet wat je moet doen, dan is het niet gevaarlijk. Doet het pijn? Ach, het kan wel eens wat pijn doen, maar het is allemaal te overzien. Je raakt er niet gewond van als je gewoon de normale instructies volgt. En als publiek eraan getrekken en als ze krijgen gewoon niet open, dus echt een serieus een heftig dingetje. Dit gaat na verloop van tijd. Meteen nog een beetje roestige kleur krijgt, dus het nog wel mooier. Dat het een echte val is. Als je krijgt, zijn ze echt gloednieuw. Ja, je krijgt het compleet met een uitgebreide video-instructie met allerlei manieren waarop je de truc kunt vertonen. Overigens, dat kan ook met gesigneerde kaart, had helemaal niet gedaan. Had ook kunnen, even handtekening erop. Ja, heel tof ding. Mm-hmm. Hij gaat roesten, maar als je wil voorkomen dat hij gaat roesten, hoor ik iemand zeggen, smeer hem in met olie. Ja, en dan ga je hem gigantisch verhitten. Op een bepaalde temperatuur. Dat was er ook bij. Oké, dat heb ik er niet bij. Ja. En dan gaat hij nooit meer roesten. Ja, dat was het. Want smeren met olie, dat is geen. Maar ik snap wat jij bedoelt. Ik hoor hetzelfde verhaal. Ja, heel gaaf ding. Ik wilde nog iets zeggen, maar dan ben ik even kwijt. Hij kost hetzelfde als in Engeland. Engeland kost je £85. Maar dat op, je hebt geen BTW daarin zitten nog. Bij ons €115 is exact de prijs uit Engeland, plus BTW is de prijs. Nou, wij zijn dan goedkoper dan als je het omrekent. Bij ons. World's Most Dangerous Card Trick voor €115. Mooie truc. Ja, leuk hè? Ik vind het echt wel een tof ding. Ja. Ja. Zo iets waar ik van zag, die moeten we vaker doen hè? Ja. Hey, komende zaterdag ben ik op de treffen van de goochelclubs in Zwolle. Met een grote stand, voor 7 meter dacht ik of zo. Dus ik neem genoeg mee, maar lang niet alles. Dus als je zegt, hey, breng even iets mee nog.
Laat het weten, maar laat het wel weten voor vrijdagavond 1:00 of 18:00, dat ik nog de kans krijg om dat even erbij te pakken nog. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor BMF. BMF ben ik op zondag in Vilvoorde. Als je iets nodig hebt, laat het weten. Liefst voor vrijdag 18:00. Is het zaterdag, ik check echt zaterdag als ik terugkom uit Zwolle, laat nog een keer de mail. Wat ik zondag natuurlijk echt gewoon meenemen, maar ik ben niet van plan om nog tot middernacht spullen bij elkaar te rapen, zeg maar. Dus liefst wil ik dat gewoon voor het weekend klaar hebben. Dus ik zie je in ieder geval daar. Maar dus, laat het even echt weten als je dingen bij hebt, want mensen denken dat we altijd alles meenemen, maar dat is onmogelijk. Ja, we hebben nog een truc. We hebben nog, ja, weet ik wel, nog een truc. Laat zien. Laat zien. Truc. Dus spelkaarten. Ja, daar kom ik zo op terug. René, zou je ergens stop willen zeggen waar je zelf wil? Ergens stop willen zeggen waar ik zelf wil? Dat is een beetje laat. Oh. Zeg maar ergens stop. Oké. Okay. Ja. Stop. Hier zeker weten. Ja? Niks afgesproken. Nee. Zou je niet die kaart maar deze kaart willen onthouden? Ja. Laat ook even de camera zien. Yes. Mag terug. Ja. Ik zal hem hier laten liggen. Ja, mag ook terug in de speel. Wat jij wil. Ik laat hem hier liggen. Ja. Kaarten doe ik even weg. Ja. Hoppakee. Dan kom ik even hierop. Boter, kaas en eieren. Hoe ze dat hier in Nederland zeggen. Dat ken je ook wel. Ja, we noemen altijd. In je veld zeggen altijd. Krutskebelke. Krutskebelke. Krasjebolletje. Krasjebolletje. Op het Engels noemen ze dit. Tic-tac-toe. Ja, ik wil even een beetje. Eventjes wat anders doen tijdens de update. Want. Gaan we spelletjes doen in één keer. Een beetje ontspannen. Een andere winkel die ook spelletjes verkoopt. Oké, okay, maar niet uit, ja. Ik wil gaan krasjebolletjes doen, ik begin. Ja. Ja, shit, daar zou ik ook beginnen, inderdaad. Ja. Yes. Dan zet ik hem hier. Oh, sorry, er zit nog netjes aan, hè? Daar. Dan zet ik hem. Ja, maar ik zet hem nu hier, want kijk, als die nu niet hier zet, zet jij hem daar en dan heb je gewonnen. Want het idee is voor de mensen die weten dat je 3 dezelfde op een rij krijgt, hè? Dan heb je gewonnen. Ja, ja, maar dan moet ik hem nou. Wacht eens even. Ik zet. Ja, hallo. Hier dus. Ja. Hoppakee. Dus niemand heeft gewonnen. Nee, gelijkspel. Nou, 5 minuten gespeeld van de mooie uitzendtijd van de update. Ja, dat zou je zeggen, hè, maar wat heel veel mensen niet weten is, aan de achterkant heb ik namelijk een voorspelling staan. Ik zal het even laten zien. Wacht eens even, dus je gaat mij vertellen dat die voorspelling bestaat uit allemaal die blokjes die we net op willekeurige. Ja. Je had kunnen plaatsen hoe je wilde, maar. Maar goed dat het goed is gegaan dan. Dan zou je de kaders om willen draaien. Schoppen 7. En deze truc heet tic-tac-toe. Toe, tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Superleuk. Ja. Ik heb hier verder geen verpakking liggen. Nee, makkelijk verhaaltje. Deze truc hebben wij al op voorraad vanaf juli. Ik heb ze op het Visum heb ik een aantal meegenomen. Voordat de officiële datum 9 oktober is, dus dinsdag komen ze officieel op de markt. Dus officieel krijgen wij de echte voorraad pas komende donderdag, voor het idee. Maar we hebben nog voorraad van het Visum. Op het Visum werd deze zo verkocht zoals ik hem hier heb. Ook met een paar afbeeldingen erbij nog. Compleet met instructies en alles erbij, maar niet met een hele mooie fancy verpakking en niet met een Mona Lisa volgens mij die bij de nieuwe versie wel bij komt, bij de complete versie wel bij komt, want dit was net klaar toen ik op het Visum was, waren ze net klaar, dus wil je er snel in hebben, geen probleem, laat ons even weten, want ze staan niet op de site, we mogen ze niet op de site zetten, dan krijgen we problemen mee, laat gewoon even weten, €65. En als je gewoon wil wachten op de complete versie zoals die op 9 oktober uitkomt, dat kan, dan ja, volgende week donderdag komt die op de site, dan hebben die ook op voorraad. Maar dat is echt een mooie truc, vind ik. En het mooie is, als je voor een bedrijf zou goochelen, zou je bijvoorbeeld een bedrijfslogo hierop kunnen zetten. Ja. Wil je vriendin een mooi, dat huwelijk vraag ik zeg maar wat, ja, dan kom je nog krutskebolletje doen, krutskebolletje. Krutskebolletje. Dan, dan zou je dat kunnen doen en daarna. Lievert, hè? Zullen we eens even gaan trouwen? Trouwen. Ja, leuk. Of happy birthday, of een foto, of ja. Je kunt het maken hoe je zelf wil. Oké. Ja, dat dus. Nog één allerlaatste ding. Even heel snel voordat we gaan afsluiten, want ik zie daar nu klanten aankomen. Dus ik ga nog één ding. 20 oktober, Dynamite Party Day. Hier in de winkel.
Heel belangrijk, er is geen programma. Je hoeft niet om 10 uur hier te zijn en dan tot 4 uur te blijven voor de lezing. Want er is geen programma, het is gewoon een doorlopende dag. Alleen wil je bij de lezing zijn, dan zou ik zeggen, zorg dat je tegen het einde van de dag of 's middags hier bent. Dat je om 4 uur de lezing kunt meepikken. Maximaal 45 mensen kunnen naar binnen. Overdag zijn allemaal leuke aanbiedingen, maar die lopen de hele dag door. Je krijgt een hapje en drankje ook de hele dag door. Dus kom gewoon binnenvallen. Het is gewoon openingstijden, gewoon de winkel open. Dus er is geen programma dat om 1 uur iets is, om 3 uur iets is. Het is gewoon normale winkelopeningstijden met de lezing, maar dan extra gezellig. Misschien ook nog even leuk om dit zo te laten zien. Ja, en daarmee sluiten we dan ook tevens af voordat de bel gaat. Want mensen stappen nu uit de auto, zien we doodgaan. We hebben het net gered. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken tot update nummer 97. Ja, of 20 oktober natuurlijk, hier in de winkel. Of wat dacht je, zaterdag in Zwolle, zondag in Brussel, enzovoort. Mensen, doei.